We hebben een heel zwaar schooljaar achter de rug, maar wij moeten vasthouden aan goede intenties en doorbijten. Onderwijsminister Marie Leven steekt in haar toespraak in verband met de start van het schooljaar 2021-2022 leerlingen en studenten een hart onder de riem. De bewindsvrouw stelt dat met de nieuwe situatie rondom de COVID-19-pandemie er zeker kinderziekten zullen zijn in het onderwijsproces. En we hebben een heel zwaar schooljaar achter de rug. COVID bracht onrust en COVID bracht verdriet. COVID haalde ons volledig uit ons ritme. Langer dan een kwartaal of soms langer dan twee kwartalen mochten we niet naar school. En hebben we ook nog enkele mensen verloren. En toch was er iets heel moois dwars door de moeilijke maanden heen thuis en op school. Mensen hielpen elkaar. Ouders hielpen hun eigen kinderen en de kinderen in hun buurt. Kinderen hielpen elkaar. Leerkrachten en docenten deden er van alles aan om hun eigen leerlingen te bereiken. En soms lukte het en soms ging het goed fout. De bewindsvrouw stelt dat elk individu die te maken krijgt met het onderwijsproces moet vasthouden aan goede intenties. Als verantwoordelijke minister heeft ze ook veel hulp en steun gekregen. De bewindsvrouw benadrukt dat ze heel goed met haar staf en personeel heeft kunnen werken aan oplossingen bij obstakels waarmee het departement te maken kreeg. Ik ben heel eerlijk als ik zeg dat ik niet alles weet. Gelukkig heb ook ik veel hulp en support gehad. Ik heb het hele jaar door een goede samenwerking en goede ideeën gehad van de onderwijsvakbonden, van de ervaren schoolhoofden en directeuren, van mijn eigen staf en ook van gewone mensen die ik niet eens ken. Het heeft ons geholpen om te kiezen voor oplossingen in het belang van kinderen en studenten. Toen we zagen dat alle leerlingen en studenten zouden moeten blijven zitten, omdat niemand de overgangsnorm of slagingsnormen zou halen, heb ik mijn collega's in de rest van de wereld opgebeld. Ik heb toen opnieuw ervaren hoe groot de verschillen zijn en hoe verschillend de oplossingen. Leven stelt dat rijke landen ten opzichte van de niet-rijke landen een ander proces hebben ervaren, terwijl in Suriname de focus op het kind ligt. In het komend schooljaar zal er sprake zijn van verder gaan met de schoolstof waarmee het vorig schooljaar is afgesloten. Leven drukt studenten op het hart zich in te zetten, ondanks zij aan het eind van dit schooljaar opnieuw zullen doorstromen.